Nou, dan begint het toch al een beetje op te lijken. Al was ze weten, we gaan verder met de tuin. Zoals jullie weten, in deze serie is gemaakt terwijl ik in lockdown zit. Vanwege. Corona. Ja. Dus tot tussentijd kan ik jullie een beetje bij. Hoe het nu met me gaat. En we gaan maar beginnen met de gasbenzine. Maar dat gaat wel redelijk oké. Ja, ik heb daar geen probleem mee. En nog te denken om er nog een vlogje van te maken eventueel. Maar ik denk, ja, doe hem niet. Weet je, het is zoals het is. En ik heb altijd al geroepen, het begin ook al, iedereen krijgt corona. Iedereen krijgt het een keer. En nu heb ik het. En ja, wel jammer dat het trouwens niet zo goed is trouwens, want mijn nichtje is vandaag ook jarig. Dus van dit video nemen we 6 december. Ik heb echt druk. Er zijn nog mensen die graag met mij dit spel een keer willen spelen als multiplayer. Kan dat daar? Dan moet je eventjes een commentje. Als ze dit video kunnen trouwens, zegt hij. Eventjes een commentje maken onder deze video, als je dat graag wil. En dan kunnen we zo'n leuk video's maken. Maar blijf maar spirit daaronder, hè? Dat? Ik ben de wielen ook nog steeds. Beetje hartelijk klinken, hoor. Jo, die is hem klaar. Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer dan aan? Ik heb nog deze. Deze is nu wel niet zo kak, volgens mij. Even dat huisje nog een keer doen. Mooi in de haat al hebben, dat het huisje. Ik wil naar het Philips niet al te lang maken, laat ik hem daar. Niet, dat je niet een half uur lang aan het kijken bent hoe ik een huisje aan het schoonmaken ben. Oh, leuk zijn, maar. Volgens mij wel een beetje tijd doden nu. Ik moet zeggen, ja, we hebben dus de corona nu momenteel in me zitten. En je komt wel in een mega zwart gat terecht. Zo'n dingen kun je helemaal niks meer. Je mag helemaal niks meer. Dan een keer ja, moet je verplicht thuis zitten. Je kunt niet naar de winkel toe. Je kunt niet even jurkjes maken, noem maar op. Ja, zonder al thuis. Maar oké, sterk nog klaar. Je komt wel in een mega zwart gat in het terecht, hoor, vind ik. Dan heb ik gelukkig nog een Lego bouwprojectje liggen nog hier in de kast. Dus ja, daar kunnen we nog wel wat mee doen. Hier onder zit nog wat smerigheid hier al. Dan zijn we nog een klein stukje. Ook nog. Eén plak. Ik denk dat het één plak is, denk ik. Oké, klaar. Wat? Dan denk ik dat we nog even de deur hebben van de houtjes. Een leuk panasje. Jee, dit was het klaar. En dit ook nog even gedaan worden, hoor. Klaar. En hier is nog een randje, zit nog wat smerigheid. En dan ga ik even doen met zo'n. Die hebben. Die. Eentje nog even schoonmaken. Ook bij het dak, bij de goot zelf, is nog een. Ja, dat is een naar randje weer. Ik kan me herinneren, in het begin hebben we toen die hele stenenzaden toegedaan. Die zijn ook nog wel smerig. Dat was ook een catastrofe. Ja. Ik ben er lang mee bezig geweest. Ik probeer dat zo. Ik weet niet hoe het gaat. Met de linkermuisknop moet je hem vasthouden. Met de rechtermuisknop is het één keer drukken en dan spuit hij hem. Tot als je weer de rechtermuisknop indrukt, dan hangt hij er weer mee op. Dat is misschien. Dan kun je ook wel eens een keer weer een livestreamje van maken. Dat is nog wel leuk als we dan misschien met wel meer mensen online gaan. Mocht je zin hebben om een keer bij mij te gaan powerwassen, moet je een spel kopen. En dan kun je, ja, kun je namelijk meegamen.
livestreamen. Maak er een leuk feestje van met een lekker veel humor erin. Dat is gewoon leuk. En ik ga nog gewoon lekker fixen. Hier is ook al klaar. Ja. Het is zoals ik zeg, dat dit wel een vrij lange heftige level is, hoor. Want ik heb dat spel nu. Ja, ik heb het spel een poos weggezet, weggelegd. Ik heb het ook niet meer gespeeld. En gelukkig kwam de nieuwe PC kwam eraan. En ja, wat is er toen gebeurd? Ja, in principe, dit spel nooit gedownload meer. En ja, vandaag heb ik begonnen weer met dat gasbaarspel. Oh ja, dat heb ik natuurlijk ook al gezegd. Ik heb een gasbaarspel gezien bij Smokey VG, die was aan het gasmaaien. Ik vond wel een keer leuk om te doen. Ik heb niks vragen aan Smokey van, hey, ik mag het spel spelen. Ik mag het ook mee online gooien. Dus, ja, het is een beetje raar dat ik dat ook ga doen dan. Nee, goed meer. Maar ik heb er even naar gekeken en ik heb het even gespeeld, een poosje, maar ik vond het in principe niet zo goed aan. Dus, waarom gaat dit ding niet goed nu? Oh, hier is wel wat. Ja, om nou hier nou in de proces te gaan kijken, ik weet niet of je daar vrolijk van wordt. Waarom is het nog steeds nog niet goed, jongens? Moet ik het hele huis doen? Nee, toch? Dit ziet eruit dat ik ook hier onder. Control. Dit ding was toch al schoon, toch? Ja, het ziet eruit dat ik het hele huis moet doen, hoor. Nou, doe het wel een huisje. Maar ja, we gaan het verhaal eraf te maken. Dus ja, dat gasmaatspel vond ik in principe niet zo voor aan. En ik denk, ja, ik moet toch wel een keer weer wat nieuws gaan verzinnen. Want ja, het is, iedere keer is het allemaal hetzelfde. Het is op varen, op druk, noem maar op. En ik denk, nou, dan ga ik weer met Power Wash Simulator weer verder. Ja, want ik was hier toch weer al mee begonnen met dit spel. En ik was niet vermoedend ook bang voor dat ik dus dit spel weer opnieuw moest, helemaal weer opnieuw moest gaan spelen. Maar hij had dat ding ook al klaar. Alle rest team. Dus ik kon gelijk aan de slag met de tuin weer. En ja, de delen die voor die ik heb gedaan, die kun je gewoon zien onder mijn playlist. Als ik nu even naar Powerwash te gaan, dan kun je alles weer terugzien. Dan zie je ook dan hoe ik een auto helemaal weer schoonmaak en het begin van de tuin. Die kun je weer terugzien op mijn kanaal. Kan zijn dat er een delen mis van de tuin. Nou ja, dan is dat maar zo. Het kan zijn dat ik die delen al opgenomen heb, maar die kan dan nog op mijn oude PC. Je weet al, maar OPC is niet meer. Ja, is nog wel handig. Dit is een heel nagekultje dit hierin. Dit is heel slecht. Dat ik heel lang blijf smerig, hè? Zo naar goed stap. Ik wil het even maar meer dit. Ja? Kijk hoe lang zijn we alweer bezig. De minuutjes zijn we bezig. We zijn bezig met de tuinhuisje. Het tuinhuisje. Ben je klaar? Alleen onder zit al een best smerige rand hier. Kijk wat er gaat gebeuren. Ja, ik moet toch wel wat doen, hè? Want ja, ik zit nu in lockdown, dus. Ja, wanneer is het nou eigenlijk gebeurd met mij? Wanneer had ik er eigenlijk een beetje momentum van? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik was maandag 5 december was ik bezig met een rode kool en die kon ik niet meer ruiken. Ik dacht op een gegeven moment rode wijnlaars zijn. Nou, rode wijnlaars zijn is heel krachtig. Ik ook niet meer ruiken. Dus toen dacht ik van, laten we maar even gaan testen, want dit is geen zuivere koffie. En ik kom thuis en ik test en daar is die. Control. Jo. Jo. Dat is clean. Dan wil ik nog het dak doen, zie ik. Dit is nu allemaal klaar nu, hè? Het dak nog. Maar ik ga het nu nog doen. Ik denk niet dat je daar op kunt, denk ik. Eens kijken. Oh, dit kan ook dus wel.
Doen we nog? Ja, wacht. Ja, klaar nu met het huisje. Ja, maar dat is wat hij zegt. Frits. Die zegt dat het huis klaar is. Jo, zet het goed klinkt. Maar, nu komt de volgende vraag. Is nu het hele huis schoon? Ik denk het wel. Jawel, het hele huis is schoon. Ja, het hele huis is schoon. Top. Dan gaan we volgende keer gaan we beginnen met dit gedeelte maar. Met deze bank. Bedankt voor het kijken van de video. Laat een blauw duimpje achter, vrienden, om te abonneren. En even loopt die bel. Blijf je ook op de hoogte. En wij zien elkaar weer bij een nieuwe Paul Wassenetter. Ik zeg voor nu de goede doel een dikke dag. Doei.